Hallo allemaal. Vandaag gaan wij kijken naar deze Beyblade Burst Arena die ik van Hasbro heb gekregen. En in de andere aflevering over de Beyblades heb je kunnen zien dat ik een... ik heb hier een doosje nog. Hij is al open, maar ik heb een doosje nog hier liggen. Een Beyblade Burst, dat was deze groene. Daar hebben we er één van gekregen. Hier zitten er twee in, plus een arena. Deze arena is geel. En even kijken, kan je het zien? Ja, het is allemaal zo verschrikkelijk groot, deze doos. Dit zit erin. De Voltriac, de versie 2. En de Spritzen S2. Even kijken. En er zit een app bij. Dus hier hebben ze het over een blauwe arena die je ook nog kan kopen ervoor. Hier zijn de stats van de Blades. Deze heeft een hele goede aanval. En deze kan Burst Explosion. Nou, klinkt spannend. Snelheid, dus bewegelijkheid en veel energie. Mijn zoontje is hier naast me, want er zitten hier twee Blades in. Kijk, hier zien we nog een cool... Sorry, dat was een hele harde bonk die jullie hoorden. Dat was de doos die tegen de microfoon aansloeg. En we gaan even kijken of we dit open kunnen krijgen op een beetje normale manier. En dan gaan we naar de arena kijken en kijken of de arena werkt. Nou ja, en daar heb je natuurlijk twee personen voor nodig. Nou ja, hoeft niet. Maar tegen jezelf beebleden is een beetje onhandig. Kan wel, waarschijnlijk. Kijk, wat gaat er hier allemaal? Hoe gaat het? Zo, de grote gele bak. En... karton. Ik ga even kijken of hij leeg is. Ja, de doos is leeg. Even kijken hoor. Ik wil nog even iets doen. En Noah, kan jij ze er even uithalen? Mijn zoontje zit hier helemaal bekneld. Ik weet dat jullie zien nu even niks. Het is even geel. Terwijl wij hier aan de slag zijn voor jullie. Kijk. Dit. Oef. Wat een gedoe. Dit wilde ik doen. Zo. Zo. Misschien kunnen jullie nu eindelijk zien hoe die doos eruit ziet. Ja. Kijk, nu kan het. Dit hebben we gekregen. Deze doos. Beyblade Burst. Hier zien jullie die zijkant. Ik heb hem namelijk even plat gemaakt. Dan is het niet zo verschrikkelijk groot. En het is dus de arena met twee van deze dingetjes om het los te trekken. Ik heb hier een B. En ze bestaan uit drie onderdelen. Dit is het kastje. En dit zijn de drie verschillende onderdelen. Dit is de tip, dit is het samenvoeggedeelte en dit is de bovenkant. En die gaan wij nu openmaken en daarvoor ga ik een schaar gebruiken. En dan ga ik jullie laten zien hoe je deze in elkaar zet. Het is anders dan de vorige generatie Beyblades. Bij de vorige generatie Beyblades had je een soort moersleuteltje. Het was een klein een soort ringetje was het eigenlijk. En dat ringetje gebruikte je om alles mee aan te draaien. En dat heb je bij deze niet nodig. Lukt het, Noah? Ik zou liever een schaar gebruiken. Nou, dan wacht je even tot ik klaar ben met deze schaar. Ja, hier lukt het ook. Hier is een schaar. Ik heb alles even uit elkaar gehaald. De grote doos. Zo. Gaat nu weer even aan de kant. En dan zal ik jullie laten zien hoe je dit in elkaar zet. Dit is het ijzeren tussen... dit is de ijzeren tussenring. En dan pak je je onderkant. En ik moet zo meteen alles weer... Ja, ik wil eigenlijk alles naar beneden brengen, maar dat is niet handig in dit geval. En zie je deze twee inkepingen? Nu kan je het een beetje beter zien. Die zitten aan allebei de kanten. Deze heeft ook twee hoge dingetjes. Die zet je er zo in. En er zit een soort veertje in. Zie je? En dan komt dat eruit. Deze kant heeft een... Ja, je kan het een beetje moeilijk zien, maar dit... Er zit hier eenzelfde soort vormpje als daar. Mijn zoontje gooit nu alles op de grond. En dan zet je het zo op elkaar. Oh, hij springt eruit. Ja, dat is de bedoeling, want die springt weer. Ja, ik denk het, hè. En nu heb ik het moeilijk, omdat deze Burst Explosion heeft. Dus dat betekent waarschijnlijk dat hij straks uit elkaar gaat vliegen. Ik hoop het niet. Even kijken zo. Ah. Deze wil wel heel graag uit elkaar... Dit is dus een Burst Explosion, dus blijkbaar. Uit elkaar klappen, zo. Dit heeft deze ook. Yes, ik heb hem. Je hebt hem. Je moet gewoon hard doordraaien hoor je klik. Ja, oké, we hebben hem. Deze zit nu ook vast. Zo ziet hij er nu uit. Nou, dit is deze. Ik ga deze toch even loshalen. Ook zo'n tip, zie je? Het is een ander soort tip. Deze tip is... kijk, kan je het zien? Die is plat.
Deze tip is zo puntig. En die tips die gedragen zich dus ook anders. Daardoor hebben ze dus die verschillende eigenschappen. En zijn er dus verschillende soorten blades. Nou, zo zet je hem op. Dit zet je er dan ook zo op. En dan is het inderdaad, zoals mijn zoontje zegt, gewoon heel hard. Nou ja, niet te hard, zodat je hem breekt natuurlijk. Gewoon draaien. Ja. Even kijken. Zo, dit hierin. En hierin. En dan zit die helemaal vast. Deze zit vast. Deze zit vast. De arena. Even dit aan de zijkant. Even allemaal een beetje weg. Kastje 1. Ik heb kastje 2. Ik heb zo'n dingetje. Deze dingen, hoe je ze erin wil steken, bij de kant waar je vingers vast staat, dus bij de kant van het draaigedeelte, daar steek je ze erin. Er zit ook een hele grote pijl daar. Hier heb jij een B. Dan hang je ze eronder en dan draai je ze vast en dan hangen ze. En dan kan je dus heel hard zo trekken. Ik krijg de blauwe, maar oké. Okay. Ah, nou, dan krijg jij zo meteen de blauwe, maakt niet uit. En dan spinnen ze. Oké, ik wil toch wel de rode. Je wilt toch wel de rode? Je niet eraan klikken. Mijn zoontje heeft hem kapot gemaakt. Nee hoor. Oké, misschien wel. Oké, nee. Ik zal het nog een keer laten zien. En als hij nu ook oplet, dan kunnen jullie zien hoe het werkt. Je zet hem er op. En dan draai je hem gewoon naar de zijkanten toe. En dan blijft hij hangen. Je kan er niet onwijs mee. Ja, je kan er best mee wibbelen. Hij gaat even wat stroever. Nou, we doen hem er weer in. En dan gaat hij het proberen nu zonder hem kapot te maken. Jij wilde de blauwe? Ja. Even kijken. Nu ben ik mijn trekding. Oké, die ligt hier. Dus, je steekt hem erin. Kijk, je kan hem maar op één manier insteken met de kartels dus die kant op. Steek je hem erin. Je hangt hem eronder. En dan is het, wat zeggen ze ook altijd alweer? Let it rip. Ja. En dat maakt een hels kabaal. En dan gaan we kijken wat, of ze, ja. Nou, de blauwe heeft gewonnen. Pak hem maar uit. Gaan we nog een keer. Eerst je koordje erin. Zo, ik probeer het een beetje bij jullie te doen. Je hangt hem eronder. En bij de andere, bij de oude versies had je ook allemaal... En let it rip! Kijk, daar gaan we weer. Het maakt veel lawaai. Oh! Nou, ik denk blauw heeft gewonnen. Want rood is daarin geknald. Het gaat niet zo goed, geloof ik. Oké. Hoezo? Wat is er? Hij ging open. Hij ging open? Ik pakte hem op en toen knalde ze de achterkant eraf. Oké. Okay. Eerst moet ik hem weer even in elkaar zetten. Eerst het touwtje, dan de B. Dus de volgorde is eerst het touwtje in doen en dan doe je pas de tol eronder. En dan gaan we voor de laatste keer gaan we aan de slag. Dit is trouwens wel leuk, zo'n arena. Want je kan hier dus echt van alles mee doen. En we gaan let it rip! Nou, zoals je kan horen maakt dit wel heel veel herrie. Maar het is wel leuk. En als binnenkort zullen we misschien een keer nog wat filmpjes laten zien waar ik met die Beyblades draai. In die andere arena die we hebben. We hebben volgens mij een blauwe arena en een rode arena. Maar ik denk dat we alleen welke zijn we kwijt? De rode. De rode zijn we kwijt. Dus we hebben nu alleen nog maar een blauwe arena. Maar dat is helemaal niet erg. Dit waren... Mag ik even deze Beyblade? Ja. Dit waren de Beyblades die wij... Oh, gezondheid. Mijn zoontje is een beetje ziekjes. Dat hoorde je volgens mij ook al bij een video van mijn vrouw. Kijk, hier zijn ze van dichtbij. Ik vind die blauwe trouwens wel heel erg cool. Ik zal die blauwe even... Kijk, die rode is leuk. Ziet er, die heeft deze vorm en ziet er mooi uit. Maar die blauwe, die ziet er wel heel erg cool uit. Die heeft echt opstaande randen. Zie je dat? En ik haal hem even uit elkaar, dan kan je die ring beter zien. Die ring ziet er ook echt zo uit, helemaal. Ja, tussenstuk is allemaal bijna hetzelfde. En dit is de speciale tip met allemaal karteltjes erop en alles en zo. Wat het precies doet,
Dat weet ik niet. Het zal vast heel bijzonder zijn. Een burst explosion. Ja, dat is, ik heb ze nog niet uit elkaar zien klappen. Ik vind het wel leuk dat je ze nu gewoon met de hand in elkaar kan zetten. Dat je niet dat ringetje nodig hebt. Dus dat gaat makkelijk. En als ze vallen. Nee, ze moeten tegen elkaar aanslaan. Want als je dit ding draait namelijk, gaat hij wel uit elkaar. Kijk. Nee, Oké, ik zie het wel. Alleen de kijkers zagen het niet. Ja, dus het kan zo zijn, maar ik weet het niet. Ik heb geen idee of je... Ik denk dat het zo is dat ze tegenaan moet geslagen worden door de andere bleek. Want nu werden we eigenlijk verslagen door de arena. Ja, nou ja, ik weet het niet. Dat komen we misschien een andere keer achter. Ik zou zeggen, even kijken. Ik zet deze nog wel even in elkaar. Dat ziet er wel zo netjes uit. Zo. Dat kan niet. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet daar op mij te abonneren, daar op mijn vrouw te abonneren. Daar zijn de leuke playlists. En doei!